Goeiedag. Deze woensdag werden de regenmeters op sommige plaatsen in het land behoorlijk aangevuld. Zoals ook hier in Noordwijk in het westen van het land, waar plaatselijk meer dan 40 mm viel. Echt kletsnatte omstandigheden, maar er zijn ook delen van het land waar de regenmeter een stuk minder hoog gevuld was. Dus om van grootschalige verlichting van droogte te spreken, is het nog wel een beetje vroeg. Maar dat maakt het des te meer interessanter om eens wat verder vooruit te kijken, om te zien wat we de komende 10 dagen aan neerslag kunnen verwachten en of er dus inderdaad nog wel verlichting van die droogte aan zit te komen of dat de situatie zich nog verder gaat verslechteren. Daarvoor begin ik even met de weerkaart van dit moment. En na zo'n hele warme en droge periode kunnen we aan dit beeld wel zien dat de dagen van standvastige hoge drukgebieden wel eventjes geteld zijn. Lage drukgebieden worden steeds bepalender voor ons weerbeeld. Wat daarbij wel opvalt is dat de kern van die lage drukgebieden vaak wel net ten noorden van ons land langstrekt, richting Scandinavië gaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat het bij ons heel rustig weer blijft. Want de fronten, de weersystemen, de gebieden die regen en bewolking met zich meebrengen, die trekken daarbij wel vaak over het noordwesten van Europa. Dus de komende tijd kunnen we wel wat neerslag gaan verwachten. Hoe gaat zich dat dan ontwikkelen de komende dagen? Dan ga ik de animatie even starten en dan zien we hier inderdaad hoe zo'n lage drukgebied richting het noorden trekt. Daarbij ook de blauwe gebieden, die zones met regen. En dan zien we hier op dinsdag alweer een nieuw lage drukgebied naderen. Gaat vooral boven Groot-Brittannië ook weer flink wat regen opleveren. Het westen van Frankrijk krijgt daar nog mee te maken. Wat dieper Europa in, daar is het wel wat rustig. Maar ook uiteindelijk komen die lage drukgebieden wel in dat gebied terecht. Nou, helemaal aan het einde van de periode, dat is op deze kaart nog niet heel goed te zien, dan gaat dit lage drukgebied zich inderdaad wat meer naar het noorden verplaatsen. En dan komt boven de Atlantische Oceaan in de buurt van de Azoren toch wel weer geleidelijk een hoge drukgebied tot ontwikkeling. Dus dat betekent dat het later in die 10-daagse periode mogelijk wel weer wat rustiger en ook wat warmer kan gaan worden. Nou, om dan even in wat meer detail naar die temperatuur te gaan kijken. We naderen het einde van augustus. De zomer komt geleidelijk een beetje op zijn einde. Schoolvakanties komen ten einde. Maar dat wil nog niet zeggen dat echt volop zomerweer, zomerse en tropische temperaturen, dat is nog niet helemaal uitgesloten. Ik heb de temperatuur even laten starten op zaterdag in het weekend. En dan valt ook duidelijk die begrenzing te zien tussen de wat koelere en de warmere lucht. Echt de extreme hitte zit nog steeds in het zuiden van Europa, is daar ook wel minder dan we van een paar weken geleden gewend zijn. Bij die lage drukgebieden, die blauw-groene kleuren, daar echt de wat koelere lucht met ook veel neerslag. En bij ons een overwegend westelijke stroming en dat voert die koele oceaanlucht aan. Als ik de animatie ga starten, dan zien we hoe zich dat heel geleidelijk dus over het noorden verplaatst. Wij blijven een beetje op dat grensvlak liggen. Maar vooral wat verderop in de nieuwe week, als dat hoge drukgebied zich hier weer gaat uitbreiden, dan komen we wel in een interessante situatie terecht. Want dan kan die warmte vanuit het zuiden van Europa, kan eigenlijk een beetje tijdens de wisseling van de wacht tussen die hoge en lage drukgebieden, kan dan wel weer koers gaan zetten. We zien hier ook een pluk met wat oranjere kleuren, die wat warmere lucht, zich weer geleidelijk uitbreiden richting het noorden. Dus dat betekent wel dat we later in deze 10-daagse periode mogelijk wel weer met wat hogere temperaturen te maken krijgen. Nou, zo'n lage drukgebied wat vervangen wordt door een hoge drukgebied, dat is over het algemeen voor de hoeveelheid neerslag niet zo heel erg gunstig. Ik heb net de kaarten van het Amerikaanse weermodel laten zien. Ik pak nu even de weerpluim van het Europese weermodel erbij. Even kijken hoe die twee zich verhouden tot elkaar. Nou, ook in het Europese weermodel komt die eerste vrij wisselvallige periode wel wat duidelijker terug. Eigenlijk tot en met dinsdag wel een redelijke kans op wat regen. Wel nog even de vraag hoe goed ontwikkeld die fronten precies zijn, of ze ons land bereiken en dus ook hoeveel neerslag ze gaan meebrengen. De gele kleuren, meer dan 10 mm regen, zoals we ook op de foto zagen helemaal aan het begin, die kans is vooralsnog toch wel behoorlijk klein. En dan verderop in die periode, als dat hoge drukgebied wat meer terrein gaat winnen, dan gaat ook die neerslagkans weer behoorlijk omlaag. En dat is natuurlijk voor de droogte niet echt heel erg gunstig nieuws.
Nou, hoe staat het er eigenlijk voor met de droogte in Nederland? Dat wordt aangegeven met behulp van het neerslagtekort. En dat geeft eigenlijk aan hoeveel regen er valt, maar ook hoeveel regen er weer verdampt. Dus het is eigenlijk een beetje de weegschaal van hoeveel water we in Nederland hebben. We zien hierboven de rode lijn, dat is 1976. Dat is het droogste jaar wat we ooit in Nederland hebben meegemaakt. En vrij recent, 2018, was ook een heel droog jaar. Maar toen stabiliseerde het neerslagtekort aan het einde van de zomer. We zien hier de blauwe lijn een beetje afvlakken. Hier nog de groene lijn, de 5% droogste jaren. Nou, daar zitten we momenteel al boven. En de mediaan, dat is dan een beetje het gemiddelde. Nou, je ziet wel dat deze lijnen daar ver boven liggen. Nou, als we dan specifiek even naar dit jaar kijken, in verhouding tot 2018, dan komen we daar heel dichtbij in de buurt. En als we in het achterhoofd houden dat het in 2018 stabiliseerde, maar dat er nu dus weer een vrij droge en ook warmere periode aan zit te komen, is het best goed mogelijk dat we in het einde van augustus toch ook nog weer over die lijn heen gaan en misschien zelfs wel in de buurt van het recordjaar gaan komen. Nou, dat is allemaal nog wel onzeker, maar als we nu zo de weerkaarten bekijken, is er dus best een grote kans dat we na een tijdelijk wat koeler en wisselvalliger weertype toch weer die overgang gaan maken naar warmer en droger weer. En dat dus het neerslagtekort ook weer verder gaat oplopen.